Vrienden, jullie weten hoe ik denk over de kakelende. Daar zijn jullie en ik, wij zijn daar helemaal uit. Wij zijn geen fan van de kakelende. Nee, dat is dat. Zover zijn we. Maar wat ik nou allemaal weer lezen, wat ik allemaal weer zie gebeuren, daar in dat Diepenheim, heb je dat gezien? Daar ergens in Twente. Ik had nooit van het plaatsje gehoord. Schijnt heel mooi te zijn met kastelen. Maar daar is het dus helemaal fout gegaan. Ja. En ik zal je zeggen waarom. Kijk, het gaat. Daar staan dus dan tractoren en er staan boeren en weet ik veel wie. En die staan dan de kakelende op te wachten. En die gaan dan daar staan, ook nog eens een keer, met allemaal fakkels, waarvan je weet hoe gevoelig dat ligt. Hè? Gezien het gedoe bij haar thuis met die man met die fakkels en die halve garen. Dus nee, dan gaan ze daar allemaal met fakkels staan en allemaal rare teksten roepen naar de kakelende. En denk ik, oh god. Ja, als er nou. Dat is dus zo verschrikkelijk daarnaast, vrienden. Kijk, of dat nou bedreigend is geweest, ja of nee, weet ik veel. Dat doet niet de zaken. De D66, die noemt dat natuurlijk heel erg bedreigend. En die zeggen ook allemaal, alles van die partij, van heb je gezien hoe stoer ze is geweest, de kakelende? En die ging daar toch maar praten met die mensen. En zij wordt daar dus als een soort heldin afgeschilderd natuurlijk. En die tillen haar dus weer geweldig, ja, op het schild. En ze was juist zo aan het gaan, dat hadden we vastgesteld. Ze zat heel zwaar in de afdaling, vrienden. En nou gaan we weer. En dat is eigen schuld, dikke bult. Ga dat nou niet doen. Ga nou niet naar die politici toe en ga je daar een beetje lopen schreeuwen en ordinair lopen doen. Dat heeft toch. Zo werkt het niet. Je moet gaan stemmen. De verkiezingen, die maken het verschil. Als je af wil van de kakelende en je hebt geen zin meer in haar beleid, dan moet je naar de stembus gaan, half maart. En dan kan je het daar regelen. Zodat ze haar beleid niet meer kan doorvoeren via de Eerste Kamer. Dus zo werkt het. En niet daar met een fakkeltje gaan staan. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus, vrienden. We blijven bij hetzelfde motto. Voor half maart, alle ballen op Caroline.